SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij SV Urk TV met een samenvatting van de wedstrijd Urk AZSV gespeeld op zaterdag 11 september 2021. Scheidsrechter bij de wedstrijd is de heer Oosting uit Niekerk. En onze pupil van de week is Klaas van den Berg. Die ziet u hier staan te midden van de spelers en de scheidsrechters. Kijkend bij de tos. En hier zien we Klaas van den Berg in actie. Keurige actie en scoren bij de keeper van AZSV. Maar dan gaan we verder met de wedstrijd. Een van de eerste corners van AZSV. Is een makkelijke prooi voor doelman Strijker. Richard komt gelijk met een verre lange bal richting Lucas Graal. Kopt door Hessel Snoek die de bal nog binnenhoudt. Lucas Graal rikkelt eindjes. Verplaatst het spel naar de linkerkant. Rikkelt Jan Brands. Die komt met de voorzet. En dan komen de twee spelers van Urk net te kort. Om de bal achter doelman Jasper ter Kolsten van AZSV te krijgen. Ik moet kiezen voor een lange bal. Dat Urk vrij hoog druk zet. Lucas Nagel, Iden Eindjes, die weer op zijn rechter verdediging plek stond. Lucas Schaal met de voorzet. En een inzet van William de Boer, maar een fantastische redding van de keeper van AZSV. Die hier de ploeg na een minuut of twee spelen al voor een achterstand behoedt. Voor Urk blijft de corner, genomen door Lucas Nagel. Komt bij de tweede paal terecht, maar wordt door alles en iedereen gemist. De kans voor Urk om op een 1-0 voorsprong te komen, maar het blijft voorlopig nog 0-0. Dus wederom Iden Nijntjes. Lucas Graal door op Iden Nijntjes. En die weet vanuit een moeilijke hoek toch nog een voorzet. En dan is het William de Boer die in de bal komt. Maar daarbij ook de keeper van AZSV raakt die even een momentje verzorging nodig had. Maar de wedstrijd verder gewoon kon vervolgen. Maar de bedoelingen van Urk waren duidelijk in de beginfase van de eerste helft. Aanvallen en zo snel mogelijk proberen om de ploeg uit Aalten op achterstand te brengen. Weer een aanval via de rechterkant. Iden Nijntjes. Voorzitter is te kort. Opgevangen door de verdedigers van AZSV. Maar Urk stoort heel vroeg. Is het opnieuw Lucas Schraal. Die keurig om zijn man heen gaat. Voorzet komt, een lage voorzet. En dan de keeper van AZSV die de bal lost. En daar schrik Rikkelt Nijntjes waarschijnlijk van. Want hij schiet de bal een meter of 2-3 over en naast het doel van de gasten uit Aalten. Er is toch nog wel redelijk wat publiek op de wedstrijd afgekomen. De krappe 300 mensen die wel nieuwsgierig waren naar de verrichtingen van de thuisploeg. De Nijntjes. Toch de bal nog voor het doel krijgt. En dan is het Hessel Snoek en de verdediger van AZSV die de bal achterwerken. Een corner voor Urk. Corner die niks oplevert. Ze zitten al weer ruim 30 minuutjes bezig in de eerste helft. Krijgt AZSV iets meer grip op de wedstrijd. En dit is echt het eerste schot van AZSV op het doel van Richard Strijker. Toen waren er ruim 30 minuten gespeeld. Nu de ploeg uit Aalten. En heeft scheidsrechter Oosting een handsbal geconstateerd van Rikkelt Jan Brands. Dan krijgt de ploeg uit Aalten een vrije trap te nemen vanaf de rechterkant. Wordt in eerste instantie weggewerkt. Wordt hij opnieuw ingebracht. En dan bij de tweede paal. De bal weer voor.
kopbal van Rick van Eerden. Maar dat is Benny Dunnek. Die redding weet te brengen voor Urk. Deze corner levert ook niks op, zodat we gaan rusten met een 0-0 tussenstand. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Goed, dan gaan we verder met de tweede helft. Bij de gasten uit Aalten is er één wissel geweest. Bij Urk is de ploeg nog hetzelfde als in de eerste helft. Het is AZSV dat in ieder geval probeert aan te dringen in het begin van de tweede helft. Deze voorzet wordt onderschept door Riekert-Jan Brands. Die paast op Lucas Nagel. Die gaat door op Lucas Schraal. Die heeft hier wel wat geluk dat de verdediger niet ingrijpt. Esselsnoek op William de Boer. En die pegelt Urk na 5 minuten spelen in de tweede helft op een 1-0 voorsprong. En op dat moment zeker een terechte voorsprong voor de mannen van Gert-Jan Karsten. Die nogmaals in slow motion. Heerlijk geraakt door William de Boer. Die daarmee zijn doelpunten totaal in het eerste van Urk brengt op 102. Prachtige start van Urk natuurlijk. 5 minuutjes gespeeld in de tweede helft. En dan op een 1-0 voorsprong komen. Beter had de ploeg niet kunnen beginnen aan die tweede helft. En Urk verzaakte niet. Ging verder waar het de eerste helft mee gestopt was. Hoog druk zetten. De ploeg uit Aalten geen gelegenheid geven tot een normale opbouw. Dan zit hier William de Boer. En die verdient hier een strafschop gegeven door scheidsrechter Marco Oosting. Wat protesten van de kant van Aalten van AZSV. Maar scheidsrechter Oosting is resoluut. En dan is het Riekert-Jan Brands die Urk op een 2-0 voorsprong mag brengen. En dat keurig, netjes en beheerst doet. Dan zijn we ondertussen nog wel aanbeland in de 62e minuut. Maar is er dus ruim een kwartier gespeeld na rust. En staat Urk op een comfortabele 2-0 voorsprong. En is de verslagenheid bij AZSV in de vorm van deze beelden duidelijk zichtbaar. Urk op rozen en AZSV genoodzaakt om toch willen ze iets maken van deze wedstrijd in de achtervolging te gaan. Dan wordt Lucas Nagel gewisseld voor Pieter Brands. De middenvelder kreeg last van krampverschijnselen. Hier is het eerste serieuze schot van AZSV op het doel van Richard Strijker. Maar de bal gaat huizenhoog over en naast. En dan volgen er nog een aantal wissels. En dan praten we al 10 minuutjes voor tijd. Als Klaas Kramer en Klaas Romkes het veld inkomen voor Ide Nijntjes. En voor Hessel Snoek. Verlaat Ide Nijntjes het veld. Ook verlaat het veld Hessel Snoek. En is het voor Urk zaak om de laatste 10 minuten zorgen dat de voorsprong gehandhaafd blijft. Ook AZSV-trainer probeert met 2 wissels nog een omkeer voor elkaar te krijgen. Dus een lange bal van de doelman ten koste van AZSV. Komt bij de nummer 6 terecht. Maar die staat net buitenspel. En wordt dus teruggefloten. Ondertussen begon het wat harder te miezeren. Maar dat kon de meeste toeschouwers niet deren. Daar komt Jelle de Boer nog in het veld voor William de Boer. Voor de laatste paar minuten. Klaas Romkes, Pieter Brands. En dan is het Klaas Romkes die de bal niet goed onder controle krijgt. Romkes Schraal die het niet lukt om zich vrij te draaien. Zo blijft de stand op 2-0. En begint AZSV steeds opportunistisch te voetballen. Lange ballen. En dan maar hopen dat die grote spits Rick van Eerden de bal door kan koppen en zo gevaar kan stichten. En hier is zo'n moment, nummer 22. Het is Richard Strijker die op tijd uitkomt. En het grootste gevaar weet de wijk. En de bal gaat naast. Stand nog steeds 2-0. Dan zijn we hier zo'n beetje aanbeland in de laatste paar minuten van de wedstrijd. Klaas Romkes die blijft storen. Komt de bal weer de Boer, maar de controle is wat minder. En dan plotseling een uitval en een schot. Wat, zoals u ziet, een meter of 15 naast het doel verdwijnt. Corner die het oplevert.
gaat achter. Met Richard Strijker. De bal mag wegschieten. Dan nog een vrije trap voor AZSV. Landt aan de linkerkant. En levert de ploeg uit Aalten nog een corner op. Een van de laatste mogelijkheden in de dying seconds van de wedstrijd. Een lange bal. Het voorgekopte nummer 2. En van de lijn gekopt door Jelle de Boer. En opnieuw achtergekopt. Deze keer is het Rico Nijntjes die redding brengt. Raakt Benny Dunnik nog geblesseerd. Maar die kan na behandeling gewoon weer opstaan. Deze corner van de gasten. Maar die bal gaat achter. En de 90 minuten ruim gespeeld. Blessuretijd erbij. En is het wachten op het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Oosting uit Niekerk. Claimt AZSV er in de allerlaatste seconde nog een strafschop. Maar scheidsrechter Oosting geeft niet meer dan een corner. Die levert niks op. Deze uittrap van Richard Strijker. En dan is het gedaan. Volgens scheidsrechter Oosting wint Urk met 2-0. Is het alleen koploper in de hoofdklasse B. En kunt u nog luisteren naar de interviews met beide trainers. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Gert-Jan Kast, de trainer van SV Urk. Ja, dat is de derde overwinning op rij. Dat betekent, naar andere uitslagen bekeken te hebben, je bent vandaag alleen koploper. Ja, dat waren vorige week ook al. Ja, maar toen moest je het nog delen. Ja, qua punten, maar doelsaldo telt ook. Dat klopt, maar nu sta je helemaal los. Hoe voelt dat? Ja, nog niet zo. Ik ben er nog niet zo mee bezig. Ik heb ook nog niet op teletext gekeken, dus ik ga het straks rustig bekijken, maar... Dat we een goede start hebben is duidelijk. En voor de wedstrijd zei je tegen mij van nou, dit zijn altijd 50-50 wedstrijden. 50%, 50% kan alle kanten op. Ja, als je nu terugkijkt, hoe zou je ze nu, als je de hele wedstrijd over 90 minuten bekijkt, willen omschrijven in verhoudingen? Nou, ik denk dat we vooropgesteld dat we terecht gewonnen hebben. Maar vorig jaar speelden wij de eerste helft ook uit bij AZSV erg goed. En na de rust draaiden ze het om. Het verschil was toen dat ze gelijk na de rust de 1-1 maakten. En nu maakten wij gelijk naar de rust 1-0 en kregen we de penalty 2-0. Ik moet natuurlijk positief zijn als koploper, maar die laatste 20 minuten die blijven bij mij het meeste hangen. Heb ik net ook echt wel even duidelijk aangestipt. We hebben een gewonnen wedstrijd en dan krijgen we een ingooi en een corner en een lange bal. En dan staan hun drie keer voor de keeper en dan redt Strijker ons drie keer. Nou is dat voor die jongen wel leuk dat hij een keer de uitblinker is, want die heb ik al drie wedstrijden amper gezien. Maar... dat moeten we echt beter gaan doen. Als je 2-0 voor staat, dan moet het huis gewoon op slot. En dat was niet op slot. En dat is echt een leermoment. En dat is uiteindelijk ook misschien wel heel stoer. Dat we zo kritisch kunnen zijn als je koploper bent. Maar nou, laten we even dan het laatste stukje. Want straks over de eerste helft. Dat is een heel veel positieve verhaal. Even het laatste stukje. Hoe komt zoiets? Want dan wissel je in het hart van de defensie. Heeft het te maken met die wissel die je op dat moment doorvoert? Nou ja, als spelers vragen om een wissel, dan moet je wisselen. Maar je had natuurlijk ook nog op een andere manier kunnen wisselen. Of, Ja, Jelle de Boer centraal achterin, dat leek ons niet verstandig. Ja, dat had gekund. Dan gaan we even, want hoe die eerste helft, na 3 minuten, een schitterende aanval, 1 uit het boekje. Ja, dat is alleen geluk voor de keeper of pech voor Pip, hoe je het maar omschrijven wil. Wat dacht je toen? Ik denk dat is 1-0. Alleen volgens mij werd het een hoekschop. Dus gewoon goed gered van de jongen. En, de eerste half uur was een lustvertoog, denk ik. Hoog tempo, goede kansen, goede wisselballen. 2-3 keer alleen voor de keeper. Doel helemaal leeg. Ja, beloon jezelf. Vorige week tegen Putten. 1-0 vlak voor rust. Beloon jezelf. Had ook 3-4-0 kunnen zijn. Eerste helft Noordse Schut. Beloon jezelf. Had ook 4-5-6-0 kunnen zijn. Ja, we doen het elke keer niet. Dus er is nog veel om te verbeteren. En zeker als je op langere termijn mee wil doen over waar jij elke keer over praat. Ja,
die lange termijn, dat is dan wat verder. Maar even terug naar dat eerste half uur en dan het laatste kwartier in die eerste helft. Ja, dan valt het allemaal wat weg. Heb je erover gehad en wat is de reden dan? Wat kun je ervan leren? Ja, je probeert het steeds langer vol te houden. Het is vroeg in het seizoen, dus op een gegeven moment tegenstander past zich ook wat aan. Die gaan snelle diepte zoeken. We worden wat slordiger. Als je kansen mist en de beloning blijft uit, krijg je toch ook wel een beetje misschien onbewust onzekerheid in die groep. Maar overal was de eerste helft natuurlijk prima. En overal is de overwinning prima. Ik vind het belangrijkste leermoment de laatste 20 minuten. Het is voor Urk heel wat dat we van AZSV winnen. Dat is normaal een moeilijk te bestrijden ploeg voor ons. Ik denk dat we dat goed gedaan hebben vandaag. Ik denk dat we aan het einde van de wedstrijd wat gelukkig waren. Maar overal 3 wedstrijden, 9 punten. Ik denk dat we er geen 1 gestolen hebben. En hier kunnen we mee verder. Heel mooi. Je hebt naar die eerste wedstrijd liet je pagina 4 van teletext 894 even rondgaan in je selectie. Dadelijk in de auto stuur je de pagina 4 van 894 meteen door. Ja, de eerste wedstrijd hadden we de teletext voor de grap in de groepsapp. Vorige week zei ik voor de gein, jongens, de bus van de koploper staat hier op de parkeerplaats. Ja, vandaag, ik ga nog even nadenken. Er moet wel weer iets ludieks komen. En we moeten ervan genieten zolang het kan. Maar we moeten ook heel reëel zijn. 3 wedstrijden van de 30. Dus we hebben nog een hele lange weg te gaan. We kunnen heel veel verbeteren. Maar ja, het is wel een beetje klagen met de bek vol op het moment. Er staat een hele mooie wedstrijd te wachten. Dat is Deto naar Friesenveen. En dan die week erop is het Flevo Boys. In ieder geval heel veel succes. Maar een betere start had je niet kunnen voorstellen, denk ik, hè? Nee, 3-9, dat is 100% scoren. En ik kreeg gisteren een appje van iemand. Vaccinatie is 22% op Urk. Maar jullie puntentotaal is 100%. En dat blijft zo. Gefeliciteerd. Heel veel succes van de week. En een prettige reis naar huis. Dankjewel, Gert-Jan. AZSV uit Aalten. Dave, voor de wedstrijd zei jij ook van nou gelijkwaardig, want Urk had hier nog nooit gewonnen in de laatste 35 jaar. Toen zei je van nou dat wordt weer zo'n wedstrijd. Als je erop terugkijkt, zeg je van nou veel kansen hebben we niet gehad. Nee, we waren niet bij machten om het Urk vandaag heel lastig te maken. Ik denk de eerste 30 minuten dat we goed wegkomen, dat de keeper ons zeker 1 keer redt. Maar ja, uiteindelijk komen we denk ik ietsje beter in de wedstrijd na 30 minuten. Waarin we nog net voor rust een kopkans creëren. Dan gaan we 0-0 de rust in. Op dat moment voor ons prima. Ja, na rust eigenlijk een aanval van ons. Die in een counter omgezet wordt door Urk. En waar mijn centrale verdediger bal per ongeluk door de benen laten lopen en ze in een overtalsituatie komen, speelden ze prima uit, 1-0. Was denk ik zeker wel verdiend. Alleen ja, goed als trainer denk je dan van, ja, weet je, als dat momentje niet valt, dan weet je ook dat er nog wel ruimtes gaan ontstaan. Omdat Urk natuurlijk een behoorlijke energieke speelwijze heeft. Waarin je misschien de laatste half uur de ruimte schoten worden en daarvan kunt profiteren. Nou moet je vervolgens met een 2-0 achterstand nog iets proberen. Dan gaan we wat opportunistischer spelen, laatste fase. Dan creëren we nog een aantal kansen. Maar over het algemeen denk ik dat Urk vandaag gewoon een goede wedstrijd heeft gespeeld. En wij in het fysieke zijn we de onderliggende partij geweest. En ook in het voetbal was Urk beter. Duidelijke analyse, Dave, dankjewel. En jullie rekenen jezelf ook wel tot het goede linkerrijtje bij de toppers. Is dat nu vandaag wat minder, die gedachte? Of zeg je van nou, dit kan een incident zijn? Nou, ik denk dat het voor ons mooi zou zijn, linkerrijtje. We hebben wel wat ingeleverd. We hebben nu te maken met een aantal blessures nog uit vorig seizoen. Dus de groep die is wat smaller. Goed, daar moeten we het mee doen. Ik denk dat we tot nu toe dat we het goed gedaan hebben. 0-0 tegen Berkum en vorige week 2-1 winnen van ONS Sneek. Dan ga je met vertrouwen hier naartoe. Alleen was het vertrouwen vandaag niet zichtbaar, vond ik. Ik vond ons een beetje onderdanig richting Urk.
de uitstraling van Urk geeft in ieder geval aan dat AZSV vandaag in ieder geval een terecht over een nederlaag hebben bezorgd, verrecht hebben gewonnen. Ik wens jullie veel succes in het vervolg en een goede thuisreis. Dankjewel, Dave. Dan hebben we nog de man of the match. En hij begint in het veld een echte aanvoerder te lijken. En de manier van spelen, de manier van overwicht, als je dat aan de buitenkant bekijkt. Ik denk vandaag terecht, want ik appte even naar Klaas Wakker. Ik ben het er helemaal mee eens. Man of the match, Benny Dunning. Ja, Benny, nou moet ik je eerlijk zeggen. Oh, kijk aan, ja, kijk aan. Jan die had hem nog in zijn broekzak zitten bij deze. Wat was dit voor jou voor een wedstrijd? Een mooie wedstrijd, denk ik. Ik won persoonlijk veel duels. Nou, dat is altijd lekker als je verdediger bent. We geven weinig kansen weg en we creëren behoorlijk wat. Ja, je moet er wat meer maken. Maar goed, dat gaat komen. En dat, die nul, die staat nog steeds. Met 3 wedstrijden op rij, Benny Dunning in het hart van de defensie. Benny, gefeliciteerd met deze man of the match. Dankjewel. Alsjeblieft. Allemaal nog even een gezellige nazit en dan wel thuis. Dank jullie wel.